De bekende 40-jarige Tielse ondernemer Jeroen Stam is de nieuwe voorzitter van voetbalclub Theode. Ik ben afgelopen maanden veel in gesprek geweest met het bestuur. Ik heb gesproken met voorzitter Jan van Heuvel en ik loop een aantal jaren hier mee. En ik ben ontzettend trots dat ik in de oudste vereniging van Tiel, 110 jaar dit jaar, en met de grootste ledenbestand aankomende jaren de voorzitter mag zijn. Stam heeft een duidelijke visie om de club de komende jaren te gaan leiden. Transparantie en openheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Afgelopen jaren heeft het bestuur en Johan van den Heuvel ontzettend veel werk verricht en een hele mooie vereniging opgebouwd. En ze zijn hiervan heel ver gekomen, maar dat kost heel veel energie en tijd. En mij is gevraagd door Johan, zou jij het stokje over willen nemen en de volgende fase in willen zetten? En dat ga ik ook doen. Jeroen Stam maakt van de gelegenheid gebruik en doet een oproep. In het voorjaar van 2023 gaan we een heel mooi plan presenteren. Dat heet Welkom bij Theode 2030. En in dat plan gaat iedereen in Tiel zich eigen thuis kunnen vinden. Waar we een einddoel hebben, waar we heen gaan, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. En daarom doe ik ook een oproep aan alle mensen in Tiel. Lid, oud-lid, geen lid, word vrijwilliger. Draag bij aan het mooie plan Welkom 2030. Stuur mij een mail naar voorzitter@theode.nl. En we gaan samen hier het geweldigs neerzetten voor de gemeente Tiel. Op de vraag of er onder leiding van Stam gewerkt wordt aan een fusie met buurman TEC, was de nieuwe voorzitter duidelijk. Er is geen sprake van een fusie met welke vereniging dan ook, dus ook niet met TEC.